wat bedrijvigheid hier achter mij op de Centrale Markt. En dat is dat er een duiker in de ringweg stuk is gegaan. En daardoor is dan het ministerie van Openbare Werken hier, oftewel arbeiders van het ministerie van Openbare Werken, om het probleem te verhelpen. Nou, de markt die is al heel oud en heel wat zaken dienen hier dringend aangepakt te worden, waaronder de ringweg, omdat er heel wat verzakkingen zijn in de ringweg, zegt marktmeester Gautam Dhanai. Maar hij is al heel blij met de snelle aanpak vanuit het ministerie van Openbare Werken. Gautam Dhanai, marktmeester van de Centrale Markt. Wat zijn de werkzaamheden die achter u worden uitgevoerd? Goedemiddag kijkers, goedemiddag meneer Ganesh. Ja, u ziet het ook meneer Ganesh, er is een verzakking hier op de Centrale Markt. Het is de ringweg, zogenaamde ringweg hier op de markt. En we moeten aanpakken. Het is heel belangrijk omdat hier ook de handelaren 's morgens komen om te handelen. Al die voertuigen, al die trucks die rijden hier, via hier naar binnen ook. Dus het is net als een hoofdweg en we moeten het snel aanpakken. Dus je ziet dat ook, de werkzaamheden die gaande is ook. Met dank aan de minister van Openbare Werken met de medewerker van ook de 6 commissaris, de heer Ricardo Bolam. Dan hebben we dat die mensen hier zijn van Openbare Werken en dat het zo snel moet geholpen worden. Want er is een markt en maandag is er weer een markt. Dus ja, en vanaf 12 uur in de avond gaan die poorten open. Dus 12 uur zijn er handeling in de markt. Dus het moet snel aangepakt worden. Maar ja, je ziet het ook. Het is ook snel aangepakt, zodat we maandag nu weer een normale markt kunnen hebben. En dat de voertuigen ook en die trucks ook met groente binnen kunnen rijden. Ja, hoe lang had u de verzakking al? Het is al een dag, dat was eergisteren, hebben we gemerkt dat er een verzakking is. En gisteren heb ik gesprek gehad met de directeurscommissaris en de minister van Openbare Werken. En vandaag zijn die heren al hier op de markt om mee te helpen. En niet mij alleen, ook de mensen van de markt en de bezoekers ook en de handelaren. Zodat de maandag een normale markt is. Ja. Zijn er nog meerdere verzakkingen in de ringweg? Kijk, de markt is al bijna 60 tot 70 jaar oud. Er gebeuren er zoveel dingen nu. Nu zie je de problemen die komen. Door elke dag is er wat die bijkomt. Die onderhoud was ook te lang gebleven. En je ziet er een verzakking. Er zijn ook andere problemen die ook komen. We proberen wat we hebben om de markt toch te open te stellen. En dat de markt te behouden. Er zijn ook andere verzakkingen. Maar dit was belangrijk omdat hier de hoofdweg is. En, als vandaag niet zou aangepakt worden, zou de maandag weer een ander probleem hebben dat die voertuigen niet naar binnen konden rijden. Dus er zijn ook andere verzakkingen, maar samen met de openbare werken gaan we kijken van hoe we die andere problemen gaan oplossen. Maar dit was belangrijk omdat het vlak midden van de weg is. Dus je ziet het ook dat het snel wordt geholpen. Maar de verzakkingen komen vanwege het vele verkeer hier in de ringweg? Kijk, meneer, de markt is langs de rivier. Je ziet het met de drukking ook. Van het rivier met het water ook. Dan zie je dat er een drukking is hier beneden ook. En door de drukking zie je dat er een aantal verzakkingen zijn. En ook door wat elke dag dat die voertuigen hier ook rijden. Dan met zoveel groenten. Zie je dat er ook de oorzaak is dat het ook komt dat er verzakking is. Dus allemaal, als algeheel, de markt is langs de rivier. Met al die trucks die binnenkomen. Zie je dat er verzakkingen komen. Het is een weg die elke dag begaanbaar is. Dus we proberen toch zo snel mogelijk de probleem op te lossen. Maar wat gaat daar gebeuren waar niet open gegraven is? Men gaat weer de stenen plaatsen of men gaat daar asfalteren? Kijk meneer Ganesh, wat we gaan doen is, ik denk dat er een duiker is verzakt daar. Of is dat gaan ze die duiker vervangen. En dan gaan ze weer met zand, je ziet scherp zand daar. En dan gaan we weer asfalteren, of met tegels, gaan we weer betegelen. En in het vervolg willen we de hele ringweg asfalteren. Dat is de planning, omdat u ziet dat de tegels ook verzakken. Waar dan ook, omdat net de drukking van het water hier, langs de rivier, zien we dat er verzakkingen komen. Dus wat we willen doen is, er zijn ook duikers hier ook geplaatst. Dus we gaan weer kijken hoe we de duikers, of als er verzakkingen zijn, de duikers te vervangen. En de hele ringweg te asfalteren. Maar met die verhogingen en die verzakkingen die we duidelijk zien, heer Dhanai, hoe is het met dat stukje afwatering? Ja, de afwatering hadden we al verholpen met de mensen van openbare werken.
werken, want u ziet het ook, vroeger was het zo dat wanneer het regende, dat de hele ringweg onder water was. We hebben alles, u ziet het ook, we hebben alles weer opengebroken, we hebben nieuwe duikers gezet, we hebben pijpen geplaatst, grote duimpijpen, 8 duimpijpen hebben we geplaatst hier op de markt, zodat het water snel naar de rivier kon gaan en ook via de pompgemaal naar de rivier zou gaan. Dus we hebben de afvoer hebben we, aangepakt, dat was al lang, 2 of 3 jaar terug. Hadden we die afvoer al aangepakt, omdat hier altijd, deze gedeelte altijd onder water was. Bij de kleinste regenval was alles onder water, dus dat hadden we al aangepakt. Dus nu zien we dat door de, toen we die kokers hebben gezet en de pijpen, dat we nu verzakkingen hebben. En met de druk en met wat de voertuigen hier komen, die trucks, zien we dat er een van die duikers weer is verzakt. Dus ja, dat is de oorzaak. Dus er wordt nu gegraven om te kijken of de duiker stuk is? Ja, klopt. En ik denk dat het stuk is, dus... Je ziet dat ook bij de mensen van openbare groen hebben ook alle maatregelen genomen. Je ziet dat ze ook met duikers zijn gekomen, met pijpen zijn gekomen. Dus het probleem moet direct opgelost worden dat het maandag weer een normale markt is. Ja. Zijn er nog andere dingen die spelen in de markt, heer Danai, op dit moment? Ja, je ziet dat, meneer Ganesh, zaterdag, je ziet de markt is wel druk. En ja, de prijzen zijn een beetje gedaald, meneer Ganesh, maar ja, niet allemaal, want de landbouwers klagen ook. Je ziet het ook, de straat ook. De landbouwers klagen waarover? Afzet? Ja, nee, dat alles duur is geworden, meneer Ganesh. Arbeiders zijn duur geworden. En mes is duur geworden. Dus de landbouw is duur geworden, dat zeggen die mensen. Dus om weer aan de landbouw te doen, weet je, en wanneer je verlies leidt, als de grond goedkoop is, om weer te beginnen, meneer Ganesh, is het wel een groot probleem. Dus de landbouwers klagen ook, daarom zie je dat er schaarste is op bepaalde groenten. Toch? En ja, als de groenteprijs duur is, zie je dat die mensen ook niet kunnen kopen. Toch? En ja... en daarom is de verkoop ook zo'n beetje achteruit gegaan. De aanloop is ook een beetje slecht gegaan. Maar alom zie je dat de mensen toch proberen om te overleven. Je moet groente eten, je moet gezond eten. Toch? Als je geen groente eet, dan heb je weer een ander probleem. Dus ja, maar ja, de kost is hoog geworden. Nee. En de marktventers klagen ook, de landbouwers klagen ook.